In deze whiteboard woensdag video ga ik in op een gezonde middelomvang. Nou, als we kijken naar de buikomtrek, de middelomvang, wordt dat natuurlijk voor het grootste deel bepaald door hoe we leven, de keuzes die we maken, onze leefstijl. Dan vertaal ik het weer naar de oersterk driehoek hè, met de O van ontspanning, de E van eten en de R van regelmatige beweging. Nou, wat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die je. Niet alleen maar kan, maar moet doen voor een gezonde middelomvang, is absoluut vermijd vloeibare calorieën. Vloeibare calorieën. Dus dan mag je denken aan frisdranken, dan mag je denken aan vruchtensappen. Maar ja, vooral frisdranken en vruchtensappen, daar ligt enorm veel winst, omdat dat natuurlijk enorm. Snel wordt omgezet in vetcellen. Veel mensen hebben een vervette lever, maar ook uiteindelijk als visceraal buikvet. Als vet om je viscera, om je orgaan heen in de buikholte. En die vetcellen hebben een negatief effect omdat ze pro-ontstekingsstofjes aanmaken. Dus dat is eigenlijk ook het negatieve effect van een toegenomen middelomvang. Het is niet alleen maar vrijblijvend dat je riem twee gaatjes wijder moet, maar het heeft een negatief effect op het totale systeem van het immuunsysteem, het autonome zenuwstelsel. Uh, maar zelf het functioneren van je brein. Hè? Alles hangt met alles samen. Vermijd vloeibare calorieën. En het is natuurlijk ook enorm belangrijk dat je niet te vaak eet. Dus vermijd tussendoortjes of vermijd dat je tien keer per dag eet. Maar eet wat minder vaak. En dus ook vermijd tussendoortjes. Zorg dat je flexibel bent, dat je geen tussendoortjes nodig hebt. En dat je prima, dus eigenlijk van maaltijd tot maaltijd kan. En niet trillerig tussendoor bent. En dat hangt dan wel weer samen met de overige twee pijlers: beweging en ontspanning. Want zorg dat je voldoende beweegt. Hè? Beweeg is dus een open deur, maar zorg voor noodzaak. Ook op je werk, het kopiëren, praat, lopen heen. Naar de waterkoker. Een collega als je een vraag hebt. In plaats van dat je belt of mailt. Of zorg voor een huisdier of voor een hond. Of leen de hond van de buren dat je dagelijks een paar keer moet bewegen. Train sport. In de sportschool daag je jezelf uit. Zorg ook voor een goede insulinegevoeligheid. Waardoor je al minder trek hebt in tussendoortjes. En beter in staat bent om weer tot de volgende maaltijd te trekken. Maar zorg dat je. Allerlei noodzaken heb Fiets altijd. Hè, of liever de, vaker de fiets dan de auto. Neem altijd de gewone trap in plaats van uh, de roltrap. Uh, maar ja, daag je omgeving uit. Daag je omgeving onhandig in. Dus dat je veel noodzaak hebt om te bewegen. Want dat zorgt voor een goede insulinegevoeligheid. En daarmee een kleinere kans om vaker te eten. Wat weer leidt tot een toename van de middelomvang. En als je het hebt over ontspanning. Dan is de basis ook een goede slaap. Want een goede slaap. Zorgt ook voor een veel beter insulinegevoeligheid weer als je wakker wordt. Misschien herken je als je een nacht, twee, drie, vier uur slaapt. dat je een dag na veel moeier bent, maar ook veel meer trek hebt in kunstmatig zoet. om maar weer alert te blijven. Dus dan zie je als je slecht slaapt. dat je ja, eigenlijk uh, een verhoogd insulineniveau hebt. Dus een verminderde insulinegevoeligheid, waardoor je meer gaat, gaat snacken en veel meer trek hebt. En vooral in de verkeerde dingen. Maar natuurlijk ook gewoon voldoende ontspanning. Want chronische stress zorgt ook voor dat veel mensen als strategie hebben om meer te gaan eten. Om weer eventjes ja, tijdelijk tot rust te komen. Maar als je de oorzaak van de stress niet aanpakt. Hè, dan is eten eigenlijk dan een soort symptoombestrijding. Maar wat is de oorzaak van de oorzaak? Zorg voor diepe ontspanning. Zorg dat je s'avonds ook lekker ontspannen bent. Uh, niet te veel blauw licht heb ook van lampen, van schermpjes, waardoor je minder goed slaapt. Want in de slaap word je voor een groot deel weer slanker. Of zorg je voor een juiste insulinegevoeligheid voor een dag later. Beweeg zoveel mogelijk. He, dus ga chronisch stil zitten tegen. Zorg voor onhandigheid in je omgeving. Maar vooral met voeding. Vermijd vloeibare calorieën. Ook suiker in de koffie of suiker in de thee, frisdranken, vruchtensappen. En vermijd dat je te vaak eet. En zo kan je ervoor zorgen, en natuurlijk kan je heel simpel zeggen: zorg dat er minder calorieën binnenkomen en meer calorieën uitgaan. Natuurlijk, dan zie je ook dat je op een gegeven moment dus je middelomvang gaat aanspreken. Maar het liefst preventief zorg voor oervoeding. Eh, daar horen vloeibare calorieën sowieso niet in thuis. Nou, de oermens kon niet vaak eten, maar als hij at, had hij wel veel. Dus eet minder vaak. Zorg dat je je omgeving hebt, maar ook dat je intrinsiek iets nastreeft waar je zin in hebt en waar je van binnenuit in actie komt. En dat je voldoende beweegt. En zorg ook voor voldoende ontspanning en vooral een goede slaap. Minimaal 7,5 uur zodat je ook goed zorgt voor je insulineniveau. En dat heeft weer een positief effect uiteindelijk om je middelomvang. En wees blij als je een broek hebt of als je een riem hebt, dat je iedere dag feedback krijgt. Veel mensen hebben het na de feestdagen weer, oei, de riem een gaatje wijder, ik moet er even bijsturen. Want het blijkt in Amerikaanse gevangenissen, waar, gev waar gevangenen lopen in zo'n oranje pak, wat, wat lubbert. De belangrijkste factor dat al die gevangenen aankomen is niet per se het ongezonde gevangeniskantine, voedsel of het feit dat ze veel zitten, maar is het gebrek aan feedback, aan een riem aan een beroep waardoor ze de feedback niet krijgen dat ze aan het toenemen zijn en weer mogen bijsturen. Nou, mocht je hier Echt goed werk van willen maken, dan kan ik je mijn boek Oerstuk in 6 weken aanraden. Subtitel verbeter 6 essentiële sleutelfuncties voor optimale gezondheid. Het draait niet alleen maar om, uh, om de buikomvang. Maar het draait ook om een gezonde slaap, humeurstemming, energie, ontlasting en libido. Het boek staat vol met oefeningen, recepten met praktische weekschema's, veel informatie, wat je helaas nergens leert en ook niet op school geleerd hebt. Dus mocht je preventief. Het liefst preventief in actie willen komen of signalen hebben en dat willen bijsturen, dan is mijn boek Oersterk in zes weken een aanrader. Tot zover deze whiteboard woensdag video over een oersterke, gezonde middelomvang. En misschien een laatste opmerking. Bij mannen wil je eigenlijk 88 centimeter, nee sorry, bij vrouwen 88 centimeter en bij, bij mannen niet meer dan 102 centimeter, want dan heb je het metabol syndroom. Maar toch een praktische tip nog aan het einde van deze video. Pak een touwtje, zorg dat een touwtje op de grond zit. Knip hem af bij je hoofd, dus hoe lang je bent, dan heb je een touw. Doe het touw dubbel en dan moet het touw, als het dubbel is, in principe om je middel passen. Als dat kan, als de punten elkaar raken, dan is je middelomvang oké. Okay. Maar als je een stukje tekort komt, dan weet je dus hoeveel je moet afvallen totdat de punten elkaar weer raken. En dat kan je dus doen met deze oersterk Leefstad-tips. Dus pak een touwtje, laat hem op de grond hangen. Knip hem af eh, bij je schedel op het hoogste punt. Doe het touw dubbel en kijk dan of de punten elkaar kunnen raken. En dan heb je gelijk al een feedback. Wel zo praktisch aan het einde van deze video of je middelomvang oké okay is. Dan nu dan echt het einde van deze Whiteboard Woensdag video over een gezonde oersterke middelomvang. Oersterk, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Meer weten? Surf naar oersterk.nu Tot de volgende keer!